Christophe van Kampenhout, leraar wiskunde aan de Don Bosco School in Haag, krijgt dit jaar de Koningin Paula-prijs voor het secundair onderwijs. Met zijn project Mathmates laat hij de sterkere leerlingen de zwakkeren helpen. Tijdens de uitreiking vanmiddag in de Serres van Laken was ook de koning aanwezig. Voor hem was er een kleine verrassing. Riyad Bari doet verslag. De winnaar van de Koningin Paula-prijs 2013, Christophe van Kampenhout. Proficiat. De jonge leerkracht wiskunde krijgt de prijs voor zijn project Mathmates, waarmee hij probeert wiskunde dichter bij de leerlingen te brengen. Mathmates is eigenlijk een project waarbij we dus eigenlijk de sterkere leerlingen zich laten ontfermen over de meer kwetsbare jongeren in de klas. Dus voor heel wat leerlingen is wiskunde eigenlijk een groot struikelblok. En heel vaak heeft dat te maken met het feit dat ze dus niet weten hoe ze wiskunde moeten studeren, maar ook heel vaak omdat men het nut er niet van inziet. De Koningin Paula-prijs bestaat al sinds 1996 en bekroont elk jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep. Het is natuurlijk een geweldige beloning. Van hard werken toch wel. We hebben er heel veel tijd en energie in gestoken. Maar ik zeg het, ik ben in de eerste plaats ook heel blij voor de leerlingen. Omdat zij heel hard gewerkt hebben. Zij verdienen dat door dik en dun. Een muzikale verrassing voor koning Albert, die dit jaar 20 jaar op de troon zit en volgende week 79 wordt. Dat het te koud is voor de tijd van het jaar moet je ook aan onze koning niet uitleggen. De leerlingen van meester Christophe, keurig in pak en das, blonken van trots. We hebben een heel toffe leerkracht wiskunde. Hij heeft ervoor gezorgd dat echt iedereen in de klas mee kan met wiskunde. En dat iedereen echt enthousiast is voor het project.